Deze beschouwing die is naar aanleiding van een filmpje dat ik heb gekeken. Een stukje heb ik gekeken. En daar kijk je nu naar. Het is een lezing die wordt gegeven door deze vrouw. En die lezing die gaat echt helemaal nergens over. De titel van haar lezing is Wat zullen de creationisten nu weer verzinnen? En zij heeft het er dan over dat creationisme, even voor degenen die dat niet weten, de theorie van Darwin, dat is haar ding. Zij is van de theorie van Darwin. Nou, de theorie van Darwin is in ongeveer 1930, 1940, was die theorie al helemaal uitgerangeerd. Er bestaat zoiets als evolutiebiologie. Dat is de biologie die zich bezighoudt met de ontwikkeling, ontstaan van het leven. En de evolutiebiologen die hebben in die dagen, deden ze niet meer aan Darwin. Dit hoor je goed. Dat wil helemaal niet zeggen dat dat creationisten waren. Maar dat wil zeggen dat de evolutiebiologen, althans in Nederland, althans meneer Jordan, professor Jordan, die heeft Darwin terzijde geschoven. Met zo'n zin als de theorie van Darwin is niet meer van deze eeuw. Kijk, dat is het ding. En deze dame is van de club die oude theorie van Darwin, die al helemaal terzijde was geschoven als zijnde belachelijke nonsens. Zij is er dan voor dat die belachelijke nonsens op scholen wordt gedoseerd. En dan heb je de creationisten, dat zijn de christenen, en die zeggen nee, de wereld is geschapen door God. En wij willen dat ons verhaal, als het evolutionisme dan zo nodig verteld moet gaan worden, wat belachelijke lulkoek is. Maar als het dan verteld moet worden, dan eisen wij dat we dan ook aan de kinderen gaan vertellen wat er in de Bijbel staat. Nou, dan vind ik er niks mis mee dat je kinderen gaat vertellen wat in de Bijbel staat. Ik vraag me alleen af of dat de taak is van het onderwijs. Lijkt mij dat dat meer de taak is van papa en mama. Maar zo denk ik er dan over. Hè? Dus ik ben voor een scheiding van kerk en staat op alle fronten. Onderwijs is onderwijs. Dat de theorie van Darwin niet kan, dat is logica. Dat de theorie van Darwin een. Kijk, het is namelijk zo dat het in de wetenschap niet zo is dat een theorie waar is totdat die is weerlegd. Want een theorie moet wel ergens op slaan. Kijk, als ik zeg, de maan die is gemaakt door mijn oom. Dat is een theorie, hè? En dan is het niet zo dat die theorie, dat verhaal waar is, totdat iemand heeft bewezen dat dat mijn oom niet geweest kon zijn. Huh? Snap je wat ik bedoel? Je kan niet zomaar wat zeggen. Daar moet je wel een goede reden voor hebben. Dat moet minimaal logisch gesproken kloppen. Nou, neem dan mijn verhaal van de maan is gemaakt door mijn oom. Dat zou inhouden, aangezien mijn oom, die is dan geboren ergens in 1948 of zo. Dat dus voor 1948, dat die maan die er toen was, die was niet gemaakt door mijn oom. En die maan is verdwenen en mijn oom heeft een nieuwe maan gemaakt. Of, ja, ik moet er een verhaal mee hebben. Want het fenomeen maan, dat komt zelfs voor in het boek Genesis. Genesis, Genesis, Mose 1,
Bereshit, mag je ook zeggen. Dat is Hebreeuws. Maar daar wordt al gesproken over de maan. En hoezo kan dan mijn oom dat hebben gedaan? Daar moet ik wel een logisch goed verhaal bij hebben. Nou, als ik dat niet zeg en alleen maar zeg, ja, mijn oom heeft de maan gemaakt en het is waar totdat jij het tegendeel bewezen hebt, ja, ga jij maar eens bewijzen dat dat niet waar is. Want ieder bewijs van jou, dat kan ik gaan lopen pareren. Met nog meer onzin. Ja, jij gaat ervan uit dat dat wat in Genesis staat, dat dat zonder meer waar is. Maar hoezo bewijzen is, maar is dat dat wat in Genesis staat, dat dat waar is? En als ik dan kom, als jij dan komt met, ja, in 1930 zijn er al waarnemingen geweest van de maan en toen leefde jouw oom helemaal niet. Dan kan ik zeggen, ja, maar hoezo hebben die mensen dat niet op basis van Genesis 1 gedacht? Er moet wel een maan zijn en dan krijg je volkshysterie, massahysterie. Nee, die mensen die dachten dat ze de maan zagen, maar pas in 1948, toen mijn oom geboren werd, die heeft de maan gemaakt en vanaf dat moment kunnen we hem echt zien. En daarvoor was het volkshysterie. Snap je, ik kan het blijven. Ik moet namelijk, voordat je iets kan zeggen dat het echt waar is, dan moet je dat aannemelijk maken. Anders staat de deur open voor de grootst mogelijke lulkoek, zoals het evolutionisme van Charles Darwin. Punt. En dat heeft te maken met het fenomeen kans. Kijk, Darwin gaat ervan uit dat DNA, ik weet niet of dat toen al met zoveel woorden bekend was, maar nee, je had al wel in zijn dagen erfelijkheidsleer. Maar ik weet niet of hij het begrip DNA zo kende, maar erfelijkheidsleer, dat was bekend. Dus als je twee honden, een mannetjeshond en een vrouwtjeshond, en die kruis je, nou, dan krijg je niet een poes of een kameel. Dan krijg je een hond. En dan als je een labrador kruist met een tackle, dan krijg je niet een labrador, dan krijg je ook niet een tackle. Nee, dan krijg je een mixje. Iets wat lijkt op een labrador en een tackle. Als die twee überhaupt al te kruisen zijn. Want niet alle hondenrassen, neem ik aan, zijn te kruisen. Maar dat laatste weet ik niet. Maar dat wist Darwin wel. En Darwin zei dat een populatie waarin een diersoort, zo'n willekeurige diersoort, en die heeft een bepaalde vorm, dat er in zo'n populatie altijd dieren worden geboren met een afwijkende vorm. Altijd. Want dingen gebeuren. Zo zei Darwin. Dat zijn dus toevallige wijzigingen. En wat Darwin zegt, van kijk, zo'n toevallige wijziging in de vorm van een van de leden van de populatie. Dus er komt een nieuw kipje, of een nieuwe eend, of een nieuwe, zeg het wat, dinosaurus, of een nieuwe hond, of een nieuwe kameel of zo. En die heeft een kleine afwijking. Maar, zegt Darwin, als die kleine afwijking nu juist heel positief is in de leefomgeving, dan krijgt dus die ene met die kleine afwijking, die heeft dan een biologisch, economisch, voedselkundig voordeel. Dus dan krijg je er meer van die, omdat het een voordeel biedt. Dus je hebt een toevallige verandering, maar die toevallige verandering, die levert wat op. Ja, en dan krijg je dus een, als het ware, dan krijg je een betere versie van een lid van die populatie, van de populatie. Een betere versie van de populatie. Namelijk een versie die beter geschikt is voor het milieu waarin die populatie moet overleven. Dat begrip dat heet dan survival of the fittest. Ja, op zich is survival of the fittest is een tautologie. Dat is een logisch gesproken en ledige uitspraak. Ik kan ook wel zeggen, ja, winnaars die winnen. En degene die gewonnen hebben, dat noem ik de winnaars. Ja, dat is een taalkundige uitspraak. Dus natuurlijk, degene die het meest geschikt zijn, die overleven. Want dat is namelijk de definitie van geschikt zijn. En degene die overleeft, was het meest geschikt. Dus degene die overleeft, die is het meest geschikt, is het meest fit. En degene die het meest geschikt is, die heeft de grootste kans te overleven. Ja, dat is een taalkundige
Ja, ik kan ook wel zeggen, driehoeken, die hebben drie zijden. Ja, en driehoeken, natuurlijk. En daarom heet het ook driehoeken. Het zijn taalkundige grapjes. En die zijn betekenisloos. De hele theorie van Darwin is betekenisloos. Het heeft helemaal geen enkele inhoud. En in het begin van de 20e eeuw is er al middels experimenten ontdekt dat er veel meer aan de hand is als je het hebt over het ontstaan van het leven. Dat zit heel anders in elkaar. Dat heeft te maken met zoiets als wat Rupert Sheldrake later zou benoemen morfogenetische velden. Vorm creërende velden. En dat is niet een magnetisch veld, niet een elektromagnetisch veld, niet een zwaartekrachtveld. Daar heeft allemaal niks mee te maken. Het is een vorm creërend veld. En atomen, moleculen, die schikken zich in dat veld. Zoals jij, je kan met speculaas heb je dat, hè? Heb je van die plankjes. Er zitten van die kuiltjes in en dan denk je, wat is het dan? Ja, dan smeer je daar je speculaasdeeg in en dan doe je het in de oven en dan bak je het en dan komen ze eruit en in een spiegelbeeld dan zie je, oh wat leuk, het is een mannetje, die staat voor een molen. Ja? Maar dan in spiegelbeeld natuurlijk, daarom heet het ook speculaas. Want speculum betekent spiegel, dus spiegelkoek is het. Maar goed, de vorm zit dus in die plank en je smeert dat speculaasdeeg er gewoon in. Dat speculaasdeeg is chaotisch, heeft geen enkele vorm. Maar doordat je het drukt in die plank, krijgt dan dat chaotische deeg die vorm van zo'n speculaas, een spiegelkoekje. Koekje, snap je? Nou, precies zo is dat met dat morfogenetische veld. Dat morfogenetische veld, dat is er, dat is de vorm. En de moleculen schikken zich daarin. En het zijn dus die morfogenetische velden die zich voortplanten. Daar komt het leven vandaan. Dit is een ruwweg waar ze dan op stuiten in 1930, 1940. En daarmee dus het hele verhaal van Darwin met zijn toevallige veranderingen. Ja, het is gewoon toeval hoor. Kijk, je had plotseling, eerst had je olifanten, die hadden maar één oor. Hè? Maar dat was heel toevallig, kregen ze dus een klein olifantje, die had twee oren. En wat bleek, dat olifantje met die twee oren, die kon veel beter horen. Dus en toen vanaf dat moment had je dus alleen maar olifanten nog met twee oren. Want dat olifantje met de twee oortjes, nou, die kon heel goed overleven en die heeft dan overleefd. En toen kwam dus een vrouwtje tegen en die had dus maar één oor natuurlijk, want hij was de eerste met twee oren. Maar toen kreeg hij toch een kindje en die had dus wel anderhalf oren. En ja, bla 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 bla. Het is natuurlijk de godsliddelijke nonsens, dat hele Darwinisme. En deze tuthola, die loopt te doen alsof het... En iedereen zit moeilijk te doen over het Darwinisme en dat vind ik niet aardig. Nou, iedereen doet moeilijk over het Darwinisme, omdat het helemaal nergens op slaat. Dat is het punt met het Darwinisme en het evolutionisme. Het is een theorie, die is te gek voor woorden. En er moeten korte metten mee gemaakt worden. Nou, en in het kader daarvan heb ik dit voorbereid. En ik ga eventjes op mijn manier korte metten maken met het hele gedachtegoed van het Darwinisme. En het Darwinisme naar huis sturen met een opdracht van eerst ga je deze kansberekening maar eens doen. En kom dan maar een keer terug. Want als ik kijk naar mijn DNA. Dan dat DNA dat heeft een informatiedichtheid. In totaliteit iets van 2 gigabyte. Dus 2000 bytes. Het DNA, voor zover dat een mens bepaalt en uniek maakt, is dat 340 megabyte. Hou even die twee getallen in gedachten. Ja, 340 megabytes. Nou, die 340 megabytes of 2 gigabytes, waar het maar ongeveer wel liggen, maar je spreekt dus over meerdere megabytes. Hè?
Dat is mijn DNA. Die is dan volgens deze vrouw die je nu ziet, is dat bij toeval tot stand gekomen. Helemaal vanuit het niets. Dat vindt zij logisch. Want alles kan, als je maar lang genoeg wacht. De vraag is, hoe lang moet je wachten? Dus als jij een dobbelsteen hebt, dan is het mogelijk dat jij 10 keer achter elkaar een 6 gooit. Dat kan. Maar ga het maar doen. Hoe lang moet jij met die dobbelsteen gooien voordat jij 10 keer achter elkaar een 6 hebt gegooid? Dat heet kansberekening. Daar kan je een schatting van maken met hoe lang dat ongeveer duurt. Je kan bepalen hoe vaak je moet gooien om 10 keer achter elkaar een 6 te gooien. En dan niet eens dat je dat dan gegarandeerd, als je zo vaak gooit, heb je 10 keer achter elkaar een 6. Nee, dat noemen ze dan de verwachting. Van als je zo vaak ermee gooit. Ja, dus laat ik het zo zeggen, als je met de kans dat je met een dobbelsteen 1 6 gooit, die is een 6e. Dus als je 6 keer gooit met een dobbelsteen, dan is de kans zo goed als 1, nou niet helemaal, maar zo goed als 1, dat je een 6 hebt gegooid in een van die 6 keer. Nou, als je dat nou 2 keer achter elkaar een 6 wil gooien, nou, dan moet je ongeveer 40 keer met die dobbelsteen gooien. En dan is er een kans zo goed als 1. Dat je 2 keer achter elkaar een 6 hebt gegooid. Ergens along the way. Nou, en als je dat dan zeggen we, ik wil 3 keer achter elkaar een 6 gooien, nou, dan moet je 240 keer met die dobbelsteen gooien. Nou, als je dan zegt, ik wil 4 keer achter elkaar een 6 gooien, dan moet je 1200 keer met die dobbelsteen gooien. En dan gooi jij wel 4 keer achter elkaar een 6 hoor, heus. Heus, het is niet 100% gegarandeerd, maar het kan wel. Nou, en dan 5 keer achter elkaar een 6 gooien, dan moet je dus 7000 keer met die dobbelsteen gooien. Nou, en als je er nou vanuit gaat dat je gooien met een dobbelsteen, je moet even die dobbelsteen pakken, dan moet je hem gooien, dan moet je kijken wat er staat, dan moet je het opschrijven. Dus dat kost je 3 seconden. Nou, 7000 keer met een dobbelsteen gooien, dat is dan 3 seconden keer 7000, dat is 21.000 seconden. Ja, maar dan ga maar iets van 3600 seconden in een uur. Dus dan ben je toch een paar uur met die dobbelsteen aan het gooien en je wilt tussendoor ook een keer naar het toilet. En een keer wat eten. En oh, daar gaat mijn foontje. Dus, En dan 10 keer achter elkaar een 6 gooien, nou, daar kon je wel eens een paar weken mee bezig zijn. 1000 keer achter elkaar een 6 gooien, ja, daar heb je niet genoeg levensjaren voor. Dus je kan zeggen dat het onmogelijk is dat een mens 1000 keer achter elkaar een 6 gooit. Daar heeft hij het aantal dagen niet voor. Punt. Ja. Nou heb ik iets voorbereid. En dan ga ik niet uit van DNA, maar ga ik uit van een computerprogramma. En een computerprogramma dat dit uitrekent. De Fibonacci-reeks. De Fibonacci-reeks, dat is wel leuk om uit te leggen. De Fibonacci-sequence, heet het op zijn Engels. Dat is een serie getallen en die luidt 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. En de reeks die vind je door de laatste twee getallen bij elkaar op te tellen. Dus we beginnen met 0 en 1, nou die zijn opgeteld 1. Maar dan zijn de laatste twee getallen 1 en 1, hè? En die bij elkaar opgeteld, die zijn 2. Dus 2 is de derde, dus de vierde. En dan zijn de laatste twee getallen 1 en 2. En die opgeteld zijn 3. En dan zijn de laatste twee zijn 2 en 3. En die opgeteld zijn 5. En dan zijn de laatste twee zijn 3 en 5. Die opgeteld zijn 8. En dan krijg je 13. En dan krijg je 21. En dan krijg je 34. De grap is dat dit terugkomt in de natuur. Kijken of dit hier ook in staat.
Ze komen veel voor in, dat staat hier dan in de wiskunde zelf. Maar ze komen ook voor in de biologische context. Zoals het vertakkingen in bomen. En de rangschikking van bladeren aan een tak. Zie je dat plaatje wat je nu ziet? Hè? Dat is een of andere cactus of zo. En ga er maar vanuit dat je hier zit te kijken naar een Fibonacci-reeks. Dus dat heeft nog een keer iets in de biologie ook. Hier staat ook het aantal vruchtspruiten van een ananas. Dat is ook een Fibonacci-reeks. En de bloem van een artisjok. Dat is ook Fibonacci. Nou, zo'n Fibonacci-reeks, daar kan je een computerprogramma voor schrijven. En dat heb ik gedaan ter voorbereiding van dit praatje. En wat je hier ziet, dat is een heel simpel computertje. 64-bit computer, by the way. En die kostte mij nieuw €80. Dat is een banana pie. Nee, een raspberry pie. Hij doet het hartstikke goed. Nou, vraag ik even een listing op van mijn files. En dan zie je dat hier 3 files staan. En die tweede file die heet Fibonacci.cpp. En die pak ik even naar voren. Dat is deze file. Dit is een computerprogramma. Geschreven in C++. En dit programma is zo'n beetje het kortste programma dat een Fibonacci-reeks uitrekent en naar buiten stuurt. Zodat je ook kan zien hoe ze eruit zien. Veel korter dan dit kan het niet. Ja, je kan er nog een beetje wat dingetjes uitfriebelen als je wil. Maar het is zo compact mogelijk geschreven. Om het in het kort uit te leggen wat hier staat. We werken met 3 variabelen. X, Y en Z. X en Y krijgen een beginwaarde. Z die wordt in de rest van het programma gebruikt. Die hoeft geen beginwaarde te hebben. En die X en die Y zijn die 0 en die 1. Dat het begin is van de Fibonacci-reeks. Nou, Z is dan het eerste Fibonacci-getal. Dat is X plus Y. Z wordt naar buiten gestuurd op een regeltje. Dat zorgt dit ding voor, endline. En cout betekent dat gaat naar buiten toe. En wat sturen we naar buiten? Nou, dat is de teller van de loop. Dit gaat in een loopje. En die loopje die loopt van 0 tot en met 9. Dus 0, 1, 2, 3. Hij moet kleiner zijn dan 10. En je begint met 0, dus heb je in totaal, als je er met 9 eindigt, heb je er 10 gehad. Dat is gebruik in deze programmeertaal om te beginnen met 0 en niet met 1. Hè. Dus je gaat 10 keer loopen. Nou, de eerste loop, dan sturen we naar buiten i plus 1, dus dat is dan 1. Dan een dubbele punt, dan een spatie en dan dat Fibonacci getal. En dan stoppen we x in y, z stoppen we in x en we beginnen overnieuw. En dat herhalen we dus 9 keer en dan hebben we in totaal 10 keer dit statement gehad. En dan heb je dus 10 Fibonacci-nummers op een rijtje staan. Jo, even controleren of die werkt. We gaan hem zo eerst even compileren. Dit hoor je dan netjes te doen. Nou is die gecompileerd. En dan moet ik een file hebben en die heet Fibonacci. Nou, die stond er al, maar hè. Dat is hem. En dan zeg ik nou runnen met die handel. En dan is dit het antwoord. Het gaat heel erg snel. Dat is een heel klein programmaatje. En dan zie je dus dat het eerste Fibonacci ding waar die mee komt, dat is 1, de tweede is 2, de derde is 3, dat klopt allemaal nog. De vierde is 5, ja dat klopt ook, 2 plus 3 is 5. De vijfde is 8, dat klopt ook, 5 plus 3 is 8. De zesde is 13, 21, 34, 55, 89. En dat was het tiende Fibonacci getal. En dan houdt hij ermee op. Ja? Dus het programma werkt. Dat is het tierenlieren. Nou, wat is nou de kans dat dit programma bij toeval wordt geschreven?
Want het kan. Kijk, een programma bestaat uit bytes. Huh? En dit programma, hoeveel bytes is dat? Nou, dat ligt er een beetje aan waar je naar kijkt. Maar laten we eens kijken naar die kleinste. En dit is het eigenlijke programma wat je runt. En deze file met die 156 bytes, dat is dat programma Fibonacci.cpp wat je zelf kan lezen. Die hierboven staat, die kan ik ook wel naar voren roepen hoor. Maar dan word je niet zo heel blij van. Wacht even, oh, die, daar heb ik hier staan. Wacht even, ik doe even dit. Fibonacci. Kijk, dat is dit. Maar daar word je niet echt blij van, hè. Dit is dus niet te lezen voor ons. Dit is machinecode. En dan kan je ervan uitgaan dat het meeste wat erin zit, dat is, ja, niet interessant. Er zijn dingen die zijn erbij geplakt, die horen er dan bij. Maar hier zit het interessante deel. Kan je ervan uitgaan. Dit is de daadwerkelijke actieve machinecode. En de rest is meer, hoe moet je dat noemen, verpakking of zo. Hè? Bijvoorbeeld wat hier staat. O-stream, insert, IC, little chart, trades, lalalala. Dit is niet echt wat, nee, dat hoort er niet bij. Hè? En hier staat bijvoorbeeld Ubuntu 9.2.1, 9 Ubuntu 2, 9.2.1. Nou, dat is allemaal niet een onderdeel van het programma. Maar dit is dan dit noem je de binaire code. Interessant, vind je? Nou, de binaire code is 14.000 bytes. En het C-programma is maar 156 bytes. Nou. Wat is nou de kans dat je dat programma Fibonacci.cpp, dat je dat bij toeval krijgt. Ik zou een programma kunnen schrijven en dat installeer ik ergens bij een service provider. En dat programma kijkt naar de bytes die door die pijpleiding naar buiten gaan. Want bij die service provider zitten allemaal mensen en die kijken naar grappige kattenfilmpjes. En die kijken naar hun e-mail en die kijken naar van alles en nog wat. En die doen maar commando's wegsturen. En er gaan dus allemaal bytes heen en weer. En dan pak ik er zomaar af en toe een byte uit. Dan zeg ik, nou, dat is de eerste byte. En dan na een tijdje, na een dag of zo, pak ik weer een byte. En dan pak ik weer een byte. En dan pak ik weer een byte. En dat doe ik net zo lang totdat ik 156 van die bytes heb. Ja? En dat is dan mijn eerste versie van Fibonacci.cpp. Maar die zal het niet doen. Het moet namelijk wel precies die, het moet dit zijn. Of iets wat dezelfde waarde heeft. Want hier heb ik dan variabelen. Deze variabele heet x en die variabele heet y. Ja, ik mag ook die x en y mag ik van naam verwisselen. Ik kan ook zeggen y wordt 1 en x wordt 0. En dat ik dan hier y gaat in x en z gaat in y. En dan werkt het nog steeds. Je kan ook voor x een andere naam gebruiken. Er kan ook een grub staan. Als er maar netjes hier grub staat en dan daar ook grub en hier ook grub, dan werkt die ook nog steeds. Maar zo ongeveer moet het dit zijn. Nou, en dat dan moet je dus 156 kloppende karakters hebben. Nou, dan gaan we eens even rekenen. Kan dat eigenlijk wel? Hier heb ik een lijstje gemaakt in OpenOffice. En dan gaat het om kansberekening. Deze kolom D is een kansberekening op basis van 256 mogelijkheden. Want bij zo'n computerprogramma, ik moet hem hier even downgooien. Vandaag, ik heb hem hier. Dat is ook wel heel leuk om dat eventjes te doen. Dit is best een aardige. Hier heb ik datzelfde ding, Fibonacci, die file heb ik ingelezen in wat dan heet een hex editor. In
Gewoon op het web kan je die opzoeken. En hier zie je dan een stukje van die hekscode. Want als je helemaal bovenaan gaat kijken, ja, dat is niet echt interessant. Het is een beetje algemene info, maar ik denk dat hier zo'n beetje, hier wordt het interessant. En dan vooral hier. Nou, dit stukje. Maar hier staan 16 bytes. En dan heb ik dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat zijn 160 bytes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dat zijn 320 bytes. Nou ja, dus bij elkaar staat hier wel heel wat bytes. Dat is de machinecode, zo heet het ook wel. Nou, dan gaan we even rekenen. Kijk, de kans dat je de eerste byte, dat je die helemaal goed hebt gegokt, die is 1 gedeeld door 256. Ja. De kans dat je 2 bytes goed hebt gegokt, dat is de kans dat je die eerste goed had, maal 1 gedeeld door 256. En de kans dat je de derde ook goed hebt, dat is weer hetzelfde, en dan maal 1 gedeeld door 256. Nou zie je hier dat OpenOffice een probleem krijgt om die getallen weer te geven, want dit gaat nog goed. Dus die eerste kans is 0.0039, dus 0.04, dus 4 promiel. Dat kan hij nog opschrijven, 0.004 afgerond. Maar de volgende lukt hem al niet. En dan gaat hij over naar wetenschappelijke notatie. En hier staat 1 punt, of 1 komma, anderhalf zeg maar, met 5 nullen ervoor. Dus 0.0000. Dan heb je de 5, hè? 0 punt, 0,1 is dat dan? 1 nul en dan nog 4 nullen. Dus 0.00000152. Dat staat daar. Nou, de volgende is nog kleiner. Dat is dan 0.0000000. 5, 9, 6, 0, enzovoort. Dat is heel klein dus. Nou, en hoeveel van die bytes hadden we nou? Nou, best wel wat. Hè? Dan gaan we hier even kijken wat dan de kans is dat je dan, als je 40 bytes op een rijtje goed wil hebben. Dit is nog lang niet genoeg, hè? Voor dat kleine programmaatje. 40 bytes, daar redden we het niet mee, hè? Nou, die kans, dat is dus 1.2 en dan met 94 nullen ervoor. Dat zijn heel veel nullen. Niet? Kijk, hier had je nog een 2,3 met 10 nullen ervoor. Dit kan je nog uitspreken. Dat is dan 0,2 miljardste. Ongeveer. Pak een beet. Dit kan je nog uitspreken. Een miljardste. En dan hier ga je naar een biljoenste. En hier ga je naar een, en dit kan je waarschijnlijk al niet meer uitspreken. Dit is pico of zo. Een picoste of zo. Nee, dat kan je al niet meer uitspreken. Nou, dan ga je dit al niet meer uitspreken. Dan kom je hier dus bij... Wat hadden we nou net? Bij 40 had je dus 94 nullen. Nou, dat kan jij niet meer uitspreken. Dat is zo klein. Maar dat is nog lang niet genoeg. Dus we gaan eens even naar beneden. En dan komen we hier dus naar een getal. Dan hebben we dus, als we een programmaatje hebben van 106 bytes, hebben we 253 nullen die ervoor staan. Nou, en dan gaan we nog verder, nog verder, nog verder. En dan komen we hier bij de laatste die er nog kan weergeven. En dat is een 2 met 323 nullen ervoor. Dat is een programma van 135 bytes. En dan een programma van 136 bytes. Daarvan is de kans 0. Ja, hij is niet echt 0. Maar die kans is zo klein dat OpenOffice dat niet meer weer kan geven. Alsjeblieft. Nou, en dan ga ik nog even kijken naar dat binaire programma hier. Hè. Dat binaire programma bestond uit 14.000 bytes.
Nou, en dan gaan we ervan uit dat we, nou, zullen we zeggen 95% van die hoeveelheid bytes, 95% dat is sniksnak. Die is eigenlijk niet bepalend voor de werking van het programma. Maar dan hou je altijd nog 5% over. Nou, dan nemen we 14.000. Oh, sorry. Rekenmachine. Die moet kappen. 14.000. Keer. 0.05 is. Er zijn altijd nog 700 bytes. Als we ervan uitgaan dat maar 5% van deze code daadwerkelijk iets doet. Dan laten we ervan uitgaan dat het maar 2,5% van deze code iets doet. 350. Laten we ervan uitgaan dat maar 2% van de code het doet. Iets al dat het in 256 bytes gaat. Ja, dan is het al over. Want bij 136 bytes is het al over. De kans is nul. Kijk, als zo'n programma, als dat toevallig tot stand wil komen, dan kost dat altijd nog tijd. En de factor tijd, daar gaat het Darwinisme kapot op. Want kijk, het is niet zo dat een programma van 135 bytes dat niet toevallig tot stand kan komen. Nee, het punt is, daar heb je een 2 met 323 nullen erachter, ongeveer, aan microseconden voor nodig. Of nanoseconden, vind ik ook best. Maar laten we zeggen dat je een programma, zo'n mutatieprogramma, dat gemaakt kan worden in een dat je die computers hebt, die zijn een miljoen keer sneller dan de snelste computer nu. Dus daar kan je er duizend miljard per milliseconde meemaken. 1000 miljard programmaatjes in een microseconde. Laten we die maar nemen. Dit kunnen we nog voorstellen. We kunnen 1000 miljard programma's maken in een microseconde. Nou, dat is heel snel hoor. 1000 miljard en dan in een microseconde. Nou, dat betekent dat je in 1 seconde kan je er 10 tot de macht 12, 10 tot de macht 18 maken. Dan kun je een 10 met 18 nullen in 1 seconde aan programmaatjes hebben. Ja. Maar we moeten naar naar 323 nullen toe. Dus hoeveel seconden hebben we dan nodig? Nou, dan moet je dat ervan aftrekken. Dus dan moet je 323, dan trek je er 18 vanaf. Dan hou je 300 over. Ja, dat is een 1 met 300 nullen. Zoveel seconden heb je nodig. Ja. Maar het hele heelal, als je Stephen Hawking moet geloven, dan is het hele heelal, dat is 15 miljard jaar. Nou, 15, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dat is 15 miljard. Nou, in een jaar zitten 365 dagen. Nou, in een dag zitten 24 uur. Oh, sorry. 24 uur. In een uur zitten 3600 seconden. Ja? Dus 15 miljard jaar. Nou, dit is een miljard. 3 keer 1000. Dit is een jaar na dag. Dit is van een dag naar uren. Dit is van een uur naar seconde. Nou, hoeveel seconden hebben we dan gehad tot nu toe sinds het ontstaan van het universum? Nou, dat is dan dat keer
dat keer dat keer dat keer dat keer dat keer dat. En hoeveel is dat? Wow, gebeurt hier. Daar past iets niet. Ah, daar is. Keer A31, die klopt toch? A36, wat heb ik dus hoor? Oh nee, hier gaat iets fout. 36, 35, 34, 33, 32. En dan hebben we hier 30. Doet nog steeds niet. Staat de computer. 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Oh, dat B. Ach, ik misgeklikt. Sorry. Dom. Dit is het dus. We hebben in totaal sinds het ontstaan van het universum het aantal seconden wat er tot nu toe is geweest. Dat is een afgerond een 5 met 17 nullen. 17 nullen. En we hadden nodig 305 nullen. Voor het tot stand komen van een programma van 140 bytes. Nou, dan heb je een ernstig probleem met je kansberekening. Dan kan je zeggen dat de kans dat een programma van 140 bytes bij toeval tot stand komt, die kans is daadwerkelijk nul. Dat kan helemaal niet. Dan heb je het over een sequentie van 140 bytes. Nou, dan kun jij dan zeggen, ja maar Perry, dat C-programma van jou, dat is veel korter. Hè? Dat is maar dit. Zit ie? Dat is alleen maar dit. Hè? Hoe zit het daar dan mee? Hè, want dat is ook, als je kijkt naar de grootte van die file, ja, dat is maar 156 tekens. En dan nog niet eens bytes, maar dan gaat het om leesbare tekens. Je zit er niet van het aantal mogelijkheden wat je hier hebt, als je je beperkt tot alleen maar onderkast, alleen maar kleine letters. Wat heel gebruikelijk is in C om dat zo te doen. Ja, dan heb je maar 26 letters. En je hebt maar 10 getallen en je hebt nog wat bijzondere tekens zoals die punt, komma en die accolade en zo. En hier nog een kommaatje. Nou, hier staat een haakje openen, een haakje sluiten. Ja. Heb je hier die dubbele punt, heb je nog. En heb je hier dat kleine dan tekentje. Ja. Nou, dan kan je ook even mee gaan rekenen, hoe zit het daar dan mee? Want dan heb je... Heb ik hier opgeschreven, ben uitgegaan van 26 letters, 10 cijfers en 32 bijzondere tekens. Dit is maar een gokje hoor, dat je er zoveel nodig hebt. Ja? Ja, dan heb je dus in totaal 68 mogelijkheden. Nou, de kans dat je er eentje goed hebt, dat de eerste gelijk goed is, die kans is dan 1,5%. De kans dat je de eerste en de tweede goed hebt, die kans is 0,000. 2, dus dat is een 0,2 promiel. Nou, de kans dat je de 3 achter elkaar goed hebt, dan zitten we al op een getal wat weergegeven moet worden in die wetenschappelijke notatie. Dus het is dan 3,2 afgerond met 6 nullen ervoor. Nou, en dat C-programma van mij, wat je toch echt zo goed als niet kleiner kan krijgen, dat is 156 karakters. Dat staat hieronder. Nou, misschien dat je hier nog wat uit kan... Dat 10% eruit kan drukken? Nou, dat wordt moeilijk hoor. Maar, nou ja, stel dat je er 150 van weet te maken. Nou, dan moeten we hier naar 150 gaan kijken. Hoe we dan uitkomen. Ja, dan heb je het dus over 274 nullen. Nou, en als je dus uitgaat van die 18
10 tot de macht 18 is een 1 met 18 nullen aan het aantal programma's wat je per seconde kan permuteren, zo heet dat dan. En dat je in totaal een 5 met 17 nullen erachter, dat is het totaal aantal seconden. Dan heb je 18 plus 15, 18 plus 17, dus dat is dan die 35. Die trek je hier vanaf, heb je altijd nog een behoorlijke dip, opening. Dat het gewoon totaal niet kan. Het is ondenkbaar dat een computerprogramma zo simpel als dit bij toeval ontstaat. Ondenkbaar. Alle Darwinisten kunnen naar huis, die kunnen gaan janken, die kunnen naar de kleuterschool, die kunnen naar de GG gezondheidszorg gaan en zeggen, waar mag ik andere hersenen? Want ik kan namelijk niet nadenken. Ik heb 10 minuten geluisterd naar Perry Winkle en ik heb tot de ontdekking gekomen dat al die jaren dat ik Darwinist was, dat ik toen zo gek was als een deur. Want ik kon niet eens rekenen. Ja, of ik maak ergens een rekenfout. Als jij zegt, ja maar Perry, dat klopt niet wat je zegt. Nou, dit heb ik allemaal netjes opgenomen, dacht ik. Dus je kan het zo allemaal terugspelen. Dan kan je precies aangeven, bij minuut zoveel maak jij een blunder en die zit als volgt in elkaar. Ja, kom maar op. Maar daar ga je niet mee komen, daar gaat geen enkele Darwinist mee komen. Want Darwinisme en logica, dat zijn geen vriendjes. Want Darwinisme is per definitie onlogisch. De hele theorie gebeuren van Darwin was al weerlegd aan het begin van de 20e eeuw. Dat was niet meer van die eeuw. In de 20e eeuw was de theorie van Darwin niet meer van deze eeuw. Dus hoezo van de 21e eeuw dan plotseling wel? En nu heb je het een ernstig probleem aan de aannemelijkheid van de theorie van Darwin. Als het aantal permutaties zo enorm is, en dan even terug dus naar het menselijk DNA, ga er maar vanuit dat wat jou uniek maakt, dat is 340 megabyte. 340 miljoen. Ja, dat is dus eventjes in deze tabel. Hier ben je op 150. Ja, dan moet je eens naar beneden gaan scrollen. Net zolang totdat je hier links ziet staan 340 miljoen. Dat bepaalt jou. En hoe kan dat bij toeval tot stand zijn gekomen? Als er sinds het begin van het universum maar zoveel seconden waren. Snap je? En dan moet je ook nog maar nagaan dat je kan niet elke seconde een nieuw mens hebben. Want die genetische veranderingen die stapelen zich op van generatie tot generatie. En een generatie, dat is dacht ik nog altijd iets van 25 jaar. Dus je hebt pas maar eens in de 25 jaar heb je een nieuwe mogelijkheid op nieuw DNA. En niet iedere seconde. Snap je? Ja, dus met een dobbelsteen kan je vrij snel, gooi je één keer, gooi je nog een keer, gooi je nog een keer. Als je at random programma's wil genereren, nou dan doe je dat, heb ik net gezegd, met een snelheid maximaal van een 1 met een 18 nullen erachter per seconde. Dat kan je momenteel echt niet hoor. Je hebt geen computer die zo snel kan, maar je zou het kunnen voorstellen dat het toch kan. Maar dan nog is dat niet voldoende. Om zelfs maar zo'n simpel programmaatje als een programmaatje wat je net zag om een Fibonacci-reeks te produceren. Zelfs zo'n programmaatje kan niet at random geschreven worden. Punt. Helemaal gek gedacht. Ik heb het eventjes gebruikt daarnet, hè. Ik had hem eventjes voor, ik nam hem eventjes even opruimen. Even kijken, deze mag weg. Oh,
En dan halen we ook die Fibonacci halen we even weg. Dan heb ik alleen dit nog maar. Alleen maar die. Nou, dan kan ik hem opnieuw gaan compileren. Dat doe ik met dit commando. Ik heb hem hier staan. Ja, hier. Nou, hiermee stuur ik de GNU C++ compiler aan. En O3, dat betekent dat die probeert om een zo klein mogelijk programmaatje te maken. Dus geen snik-snak. Zo klein en zo snel mogelijk. En hij moet dat doen op basis van Fibonacci.cpp. En de output, die moet naar Fibonacci. Nou, en als ik dat dan doe, dan hoppakee, oep, dan staat hij daar. Heb ik dus die Fibonacci gekregen. Dat zijn weer precies die 1412 bytes. Nou, als de theorie van Darwin zou werken, als dat zo zou zijn, hè, dat je met een toevallige verandering hele fijne, extra goede opties kan krijgen, zoals twee oren in plaats van één. Als dat zo was, waarom zit er dan niet in de GNU-compiler een optie dat je zegt streepje Darwin? Waarbij dan de jongens van de GNU-compiler ervoor zorgen van, nou, dan gaan we eerst even compilen dat we de Fibonacci krijgen volgens de regelen der kunst. Maar de optie Darwin staat aan. En dan gaan we at random wat bytes veranderen. Want Darwin zegt dat toevallige veranderingen, dat kan heel veel opleveren. En natuurlijk zit dat er niet in. Er zou geen enkele programmeur genoegen mee nemen. Sterker nog, die optie mag niet eens. Want hij zou per ongeluk een keer aan kunnen schieten. Er zijn programmeurs uitermate allergisch voor. Dus nee, die optie mag niet eens. Maar ja, ja, maar je hoeft hem niet aan te zetten hoor. Dan krijg je gewoon het oude product, maar het is alleen een extraatje. Nee, dat extraatje komt er niet in. Die programmeurs zijn niet gek. Snap je? En Darwinisten zijn wel gek. Die zijn echt, die zijn gestoord. En dat er een veld... Dat er een veld is wat de materie stuurt, waar de materie zich naar schikt, ja, dat volgt uit experimenten in de biologie. En dat zegt Rupert Sheldrake ook. En helaas voor al die mensen die zo graag Darwinistisch zijn, het staat ook in Genesis 1 vers 1. Bereshit bara Elohim et hashemayim ve et haaretz. Oftewel, in de beginne schiep ... het krachtenveld, het veld kan je ook zeggen. In de beginne schiep het veld hemel en aarde. Dat staat in Genesis 1. En anno de 20e eeuw wordt dat herhaald, maar dan vanuit de biologische hoek. En trouwens, je kan zeggen dat die taalstudies van Immanuel Kant en Arthur Schopenhauer en Friedrich Nietzsche ook met die gedachte komen van een veld. Alleen het heeft een andere naam gekregen. De Schopenhauer, Kant spreekt over het ding op zichzelf. En Schopenhauer spreekt over de wil. En Nietzsche komt met de wil tot macht. Maar de wil of het veld, het is, dat is eigenlijk niet te onderscheiden. Het is hetzelfde. Dus je kan Genesis 1 kan je ook lezen als in den beginne schiep de wil hemel en aarde. En de hele gedachte van Charles Darwin van, nou, nee, dat is allemaal niet, er hoeft geen wil aan de grondslag te liggen. Er hoeft helemaal geen enkele opzet in het spel te zijn. Het kan gewoon via toeval. Ja, dat kan dus niet.
Als het niet kan dat je zo'n eenvoudig Fibonacci-programmaatje van 156 bytes bij toeval krijgt. Als dat al niet kan. Hoe kan je dan per toeval, bij toeval, per ongeluk DNA hebben gekregen wat mijn DNA is? Als we het dan hebben over niet 156 bytes, maar 340 miljoen bytes. Dat kan dus niet. Nou. En wat mij betreft is de discussie voorbij en wordt weer geopend op het moment dat iemand vanuit de evolutiehoek komt met een reactie en aangeeft waar bij mij de rekenfout zit. En als die reactie niet komt, dan blijft de theorie van Darwin in de hoek waarboven een bordje hangt met allerlei vormen van een lulkoek die nergens op slaat. Er zijn de meest gekke dingen gezegd door mensen. Nou, en daar hoort die theorie van Darwin, die hoort er ook bij. Dat is gewoon een cultureel fenomeen. En wat vooral een behoorlijk cultureel mooi te beschouwen fenomeen is, is het feit dat die theorie van Darwin helemaal opgeklopt is en weer uit de kast is gehaald. Terwijl professor Jordan toch netjes in zijn boekje een causale of de causale verklaring van het leven netjes heeft gezegd dat de theorie van Darwin dat we daar niet meer aan doen. Hij heeft ook iets van, ik ga in dit boek niet helemaal in op het totaal weerleggen van Darwin, want dat hebben we allemaal al lang gedaan. Darwin is niet meer van deze eeuw. Ik ga het hebben over de experimenten die we nu hebben gedaan en hoe je die moet interpreteren en waar wij mogelijk aan denken. En dat waar we aan denken is dus een morfogenetisch veld. Ja. En wat zie ik dat mijn stomme verbazing op mijn Macintosh, waar je nu naar kijkt, die Unix-variant die hierin zit, die heet Darwin. In 2003, dus 16 jaar geleden of zo, toen was het Darwin-jaar. Ja, wie loopt die Darwin te promoten? Wie loopt die nietsnut te promoten? Die Charles Darwin heeft dat boekje zelf niet eens geschreven. Dat was zijn oom. Het is onder zijn naam gepubliceerd. En het slaat helemaal. En het boekje, zelfs Charles Darwin heeft zelf gezegd van ja, er nog eens goed over nagedacht hebbende. Ja, het is toch moeilijk aan te nemen dat ik daarmee het heb gehad over het ontstaan van het leven en alles. Op zijn hoogst heb ik het gehad over toevallige permutaties in het klein. Micro-evolutionisme heet dat ook wel. Dus dat moet ophouden. En waar het vandaan komt, het komt van de Jezuïeten. Het kan bijna niet anders. Daar moet de katholieke kerk achter zitten. De katholieke kerk, de universele kerk, die staat erom bekend. Dat ze twist zaaien. De katholieke kerk die gaat aan de ene kant gaan ze voorbehoedsmiddelen verbieden en aan de andere kant gaan ze de actie steunen om voorbehoedsmiddelen juist te verspreiden. Dat is de katholieke kerk. Het grootste tuig van deze aarde. Ja, maar zo beledig je mensen die zelf katholiek zijn. Ja, dat is een jammer. Ja. De katholieke kerk heeft op zijn minst 50 miljoen onschuldige mensen gedood. Dat betekent 50 miljoen vermoord. En daar zijn ze niet voor op de vingers getikt. Nou, en iemand die dan zegt, nou, dat vind ik helemaal niet erg om mezelf aan te sluiten bij een club van moordenaars. Ik doe lekker toch mee, want Heilige Maria, Moeder van God, bidt voor ons. Dat vind ik zo leuk klinken. Moeder van God. Ja, dat moet hij zelf weten. Maar je tekent mee aan die moordpartijen. Niet te vergeten, die moordpartijen die de katholieken hebben uitgevroten in Bosnië.
Zeg ik het goed? Nee, Kroatië. Met de Ustasja. Dus daar heb je dan op meegetekend als katholiek. En nou, zelf maar weten. Vorige week had ik hier een vriend op bezoek en die is dan ingeschreven in de katholieke kerk. En die heeft geen zin om zich uit te schrijven, want dat vindt hij de moeite niet waard. Nou ja, laat hij lekker zijn naam op de lijst staan van de club die 50 miljoen onschuldige mensen heeft vermoord. Hem maakt dat niks uit. Ik zou daar een probleem mee hebben. Ik zou niet mijn naam willen hebben op de ledenlijst van een organisatie die zoveel rampspoed en ellende heeft veroorzaakt. Maar ja, kennelijk denken katholieken er anders over. En katholieken zijn dus gekomen met dat weer uit het slijk naar voren halen van die onzintheorie van Darwin. Dat is wat ik je brom. Ja. Heeft ik gelijkerd? Ja. Ja, natuurlijk heb ik gelijk. Want de rekenmachine liegt niet. En ik bewaar die files, die zal ik netjes bewaren. Dus als er ooit nog kritiek komt, nou, dan heb ik deze lijst nog. Snap je? Nou. Ik vind dat ik mij kranig geweerd heb tegen al die onzin die begonnen was met die vrouw daarin bij de Universiteit van California. Met wat zijn de creationisten nu weer vergangerd? Oh, wat zijn ze zielig, hè, die Darwinisten. Ja, als ze kunnen helemaal niet nadenken, ze kunnen namelijk niet rekenen. En als je niet kan rekenen, dan kan je niet nadenken. En dan hoor je niet een lezing te geven bij de universiteit. Punt. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag, slimmerikken.